van Logitech Plus zijn genomineerd voor de Green Tech Innovation Award voor de CocoMill CM100. Het is een machine die geperste mokken kokos weer in het oude volume terugbrengt. Zonder dat met veel geweld te doen. Dus het gaat op een hele zachtaardige manier. De structuur van de kokos die wordt niet beschadigd. En het is heel makkelijk om het gewenste vochtigheidsgehalte erin aan te brengen. We brengen de kokosblokken weer in het oude volume terug door, door ze door elkaar en over elkaar heen te gooien. Sproeien daar water overheen. En de buitenkant van die blokken die krijgt eigenlijk al vanzelf weer het oude volume terug. Daar hebben we een schraperwiel die dan dat materiaal, het gereed product, direct weer afvoert. Zou het materiaal wat al gereed is langer in de machine blijven, dan wordt het verzadigd met water. En zal je eigenlijk een te nat product krijgen. De droge delen die in de machine blijven, worden weer besproeid met water. En uiteindelijk worden de blokken op die manier helemaal verwerkt. Halverwege het proces kunnen we gewoon bijvullen. Dan stoppen we de machine even, vullen weer blokken bij en dan gaan we weer door. Op die manier kunnen we eigenlijk continu met dezelfde instellingen van de machine door blijven werken. En zal je eigenlijk een redelijk continu proces krijgen. We hebben heel veel positieve reacties uit de markt. Ja, we zijn er heel erg trots op dat we genomineerd zijn natuurlijk hier op de Green Tech. We hadden hele sterke concurrenten en dat blijkt ook wel dat we helaas niet gewonnen hebben. We hebben wel een heel mooi product aan ons totale scala van machines toegevoegd. En daar zijn we gewoon zelf ook natuurlijk enorm trots op.